President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren in New York een onderhoud gehad met de president van Zuid-Korea, Jeon Suk-jeol. President Santokhi gaf aan dat de bilaterale samenwerking het afgelopen half jaar in een versnelling is gekomen en dat er op hoog niveau uitwisselingen zijn geweest tussen de twee regeringen. Suriname staat open voor het doen van zaken en kan volgens het staatshoofd wijze lessen leren van het Koreaanse model van economische groei en opbouw. Santokhi gaf aan de Zuid-Koreaanse president mee dat zijn land graag leert van hun ervaring en expertise om bepaalde sectoren tot ontwikkeling te brengen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting begint op maandag 25 september met de distributie van Monikarta koopkrachtversterking voor aanvragers van Paramaribo en Wanica. De Monikarta wordt verstrekt aan aanvragers van koopkrachtversterking die een sms-bericht hebben ontvangen van het ministerie. 6 oktober is de laatste dag van de distributie van de Monikarta aan aanvragers uit deze gebieden. Het ministerie van ROM heeft op 18 september een nieuw bestuur voor Stichting NIMOS ingesteld. Het bestuur moet uitvoering geven aan het ontbindingstraject van NIMOS, daar met de instelling van de Nationale Milieuautoriteit, NMA, conform de Milieuraamwet, de Stichting NIMOS haar doelstelling heeft bereikt en hiermee de behoefte om de stichting te behouden is komen te vervallen. Daarna zal het bestuur onder voorzitterschap van Vanuessa Geoffrey ondersteuning bieden bij de opstart van de NMA.